ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 5 oktober. En als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen. Het is vandaag dus maandag 5 oktober. Ik wilde eigenlijk deze week geen video maken omdat ik stageweek heb. Dus overdag kan ik niet zoveel filmen, maar ik ben woensdag bijvoorbeeld vroeg klaar. Dus ik dacht, sommige dagen ga ik wel leuke dingen doen. Dus ik dacht, dan kan ik gewoon filmen. Alleen vandaag heb ik dus gewoon stage. Dus ik moet eigenlijk nu weg. En dan ben ik er pas weer aan het eind van de middag. Maar dan weten jullie dat. Dus ik ga misschien niet op elke dag evenveel filmen. Maar sommige dagen ga ik toch wel wat leuks doen. Dus dan wil ik dat wel filmen. Ik ga in ieder geval nu naar stage. Ik heb deze trui aan van Tommy en dan een zwarte broek eronder. Ik heb alleen geen vlogcamera mee. Maar ik zie er nu wel normaler uit. Oké. Ik vind het heel ongemakkelijk als jij er bent. Erg in de kast gaan zitten. Oké, doe maar net. Ik kan niet meer. Oké, jongens. Ik kom vandaag stage. En ik heb iets met noten gegeten. Toen kreeg ik een allergische reactie. En het was heel, heel erg. Je ziet het nu niet meer echt aan. Alleen aan mijn ogen. Ik ga geen foto in beeld doen. Maar mijn gezicht was opgezwollen. En ik kon lastig ademen. En toen moest de ambulance gebeld worden. En ik ben dus nu in het ziekenhuis. En het gaat nu wel al veel beter. En ik moet hier blijven om te controleren, of hoe noemen ze dat? Ter observatie. Ter observatie. En ik heb wel heel erg honger, dus ik hoop dat we zo meteen iets gaan eten. Love Island kijken, hè, man? Zeker. Gezellig. Het is vandaag dinsdag. En wat was er gisteren mega veel gebeurd? Het was echt een hele andere maandag dan dat ik had verwacht. Of hoe ik me had voorgesteld. Maar ik denk dat ik het wel even allemaal moet uitleggen. Omdat het ook wel handig is. En ik ook een soort van er nog iets over wil zeggen. Ik heb deze week stageweek. En zoals je ziet, ik ben vandaag gewoon thuis. En ik was gisteren opgehaald met de ambulance. Ik had na stage nog een vergadering en toen had ik dus een reep genomen. Ik zal die even in beeld plaatsen. Ik dacht gewoon dat het een frambozenreep was en ik at het. En toen merkte ik al gelijk van oké, ik ben hier allergisch voor. Want ik voelde gelijk mijn tong en mijn lippen voelde ik een beetje dik worden en een beetje tintelen. Dus toen dacht ik al van oké, dit is wel echt foute boel. En soms heb ik wel eens, ik ben namelijk allergisch voor noten, alleen ik reageer niet op alles even heftig. Ik kan bijvoorbeeld op cashewnoten heel heftig reageren, terwijl bijvoorbeeld ik op pinda's of zo veel minder reageer. Zo een beetje op die manier om het goed uit te leggen. Het is ook heel lastig. Ik heb wel allemaal allergietesten al langer geleden en zo gedaan, maar het is soms gewoon in het ene product is het gewoon erger dan het andere. En ik had maar één hap genomen. Dus eerst dacht ik nog van, oh, het gaat wel. Gewoon veel water drinken en het gaat wel goed. Toen ik naar huis ging, toen kreeg ik hele erge buikpijn. En toen voelde ik al aan mijn gezicht dat het helemaal dik en rood werd. Dus ik ging een beetje krabben. En misschien zie je dat nu ook nog wel een beetje. Mijn gezicht ziet er nu eigenlijk best wel oké uit. Dus daar ben ik blij mee. En het werd opeens echt mega erg. Dus ik ging naar mijn moeder toe en ze schrok zich helemaal dood. Mijn hele gezicht was gewoon paars aan het worden. Het werd dik. Mijn hele keel was aan het opzetten. Ik heb wel even snel een fotootje gemaakt. Ik weet nog niet of ik die foto helemaal duidelijk ga laten zien. Ja, het is een beetje gênant vind ik altijd. Maar een beetje voor het idee. Ik weet niet of je het heel goed ziet, maar mijn gezicht werd dus helemaal paars en alles werd helemaal dik. Dus ja, ik heb het wel eens vaker gehad. Toen moesten we gewoon zelf naar het ziekenhuis toe. Maar het werd nu zo erg dat we de ambulance gebeld moesten worden. Want dat zeiden ze zelf, omdat ik anders kon stikken. En het is gewoon heel gevaarlijk. Dus toen kwam de ambulance met spoed naar mijn huis. En toen hebben ze in plaats van de EpiPen hebben ze zelf het ingespoten in mijn been. En dan krijg je een soort van adrenaline. Ik kom heel slecht uit mijn woorden, maar je snapt wat ik bedoel. Werd er in mijn lichaam gespoten en ik kreeg nog volgens mij een andere prik. En hier in mijn hand hebben ze dan, ze hebben gewoon een infuus en zo aangebracht. En toen ging ik gewoon mee naar met de ambulance naar mijn ziekenhuis.
En ja, toen eigenlijk werkte dat heel snel. Dus dat was heel erg fijn. Dus ik had eigenlijk heel snel al geen last meer. Alleen wat een beetje het enge met dit is. Je kan bijvoorbeeld dat het 1 uur of 2 uur weg is. Maar dat het daarna opeens erger terugkomt. Of het hoeft niet per se erger, maar dat het gewoon weer terugkomt. En dat is best wel gevaarlijk. Dus ja, ik had gewoon een eigen kamer in het ziekenhuis. En toen, mijn moeder was er ook. En daar heb ik dus best wel lang gelegen. Omdat ze het sowieso 5 uur volgens mij moeten aankijken hoe het dan gaat. Dus ja, het was echt mega laat dat ik daar was nog. En ik was moe, ik had trek en ik had geen zin meer. En ik dacht ook, ik heb morgen stage en ik moet naar stage toe. Ik ben echt een persoon die niet houdt van ziek melden, ergens niet naartoe gaan. Maar soms gaat gewoon mijn gezondheid echt voor, dus dat is echt belangrijk. En dat wil ik iedereen ook echt meegeven. Als het niet gaat, gaat het gewoon niet. En ik vergeet dat zelf ook heel vaak, maar het is zo belangrijk. En nu zeker ook met corona, voel je ziek, blijf gewoon thuis. En gaat het niet goed, blijf gewoon thuis, weet je wel. Want ik voel me nu al stukken beter. En ik had vanochtend echt niet naar stage kunnen gaan. Dus dat eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ik erover wilde zeggen. Wat er is gebeurd. Het gaat nu eigenlijk gewoon weer goed. Mijn ogen zijn hier nog een heel klein beetje dik. Maar ik heb ook een lekkere laag make-up aangebracht. Dus ik denk dat je het niet heel goed ziet. En ik ga vandaag gewoon even rustig houden. Ik heb heel lang geslapen. Tot 11 uur. Dat is voor mij heel lang. En ik heb nu lekker gedoucht. Maar het is nog nat. En ik ga zo meteen nog wel pakketjes van United Wardrobe doen. Want ik zou het dus gisteren op de post doen. En 1 meisje reageerde heel boos dat ik het gisteren niet op de post heb gedaan. En dan denk ik echt... Ik vertelde ook gewoon dat er iets aan de hand was. Maar sommige mensen die denken echt alleen maar aan zichzelf. Dus dat wil ik ook zeggen. Je weet niet wat er bij iemand anders gebeurt. Dus hou daar echt rekening mee. Want dit soort dingen kunnen zo heftig zijn. Dus dat is wel echt wat ik iets wil zeggen. Van je weet niet wat er bij iemand thuis gebeurt of bij iemand. En reageer gelijk niet zo heftig. Ik word nu gebeld door de dokter, dus ik ga eventjes opnemen. Goedemorgen met Janette. Oké, mijn dokter belde even om te vragen hoe het ging. En ook omdat ik eigenlijk gebruik moet maken van een EpiPen als zoiets gebeurt. En of ik daar een recept voor wil. Ik weet even niet meer waar ik was met vertellen. Maar volgens mij was ik gewoon klaar. En ik hoop dat jullie... het verhaal ook nu een beetje snappen. En ik ga vandaag gewoon rustig aan doen. En morgen ga ik gewoon weer naar stage toe. Het regent buiten heel hard. Dus ik heb mijn capuchon even op. Ik heb de pakketjes ingepakt. Ik doe het altijd in een grote envelop. Of ik doe het hierin als het wat kleiner is. En ik neem mijn tas mee. Mijn mondkapje. Ik weet namelijk niet of ik een mondkapje op moet. Dus ik neem voor de zekerheid maar mee. Oké, ik heb de hele dag in bed gelegen. Niks gedaan. Beetje geslapen, want ik was echt heel erg moe na gisteren. Wat logisch is. En ja, zoals ik wat ik vanochtend al zei, is dat ik dan echt zo iemand ben die dan wel gaat werken of naar stage gaat. Ik ben dus niet naar stage geweest. Maar ik ga dus nu wel werken. Dus ik ben me nu even aan het klaarmaken. En dan zien jullie mij morgen. Morgen ga ik gewoon naar stage en daarna ga ik even met Eva. In de avond ga ik sporten. Dus dan wordt de weekvlog gewoon weer wat normaler. Ja, en ik heb geen last meer of iets, maar ik ben gewoon heel erg moe. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ga vandaag weer naar stage, want ik voel me eigenlijk gewoon weer helemaal goed. Ik heb me net klaargemaakt. Ik heb geen tijd om te ontbijten, dus dat doe ik even in de auto. Ik heb een blouseje aan van Shein, topje van de Zara. En een leren broek. Ik heb hier een gat bij mijn wimpers. En dat is nu weer... de tijd, dat gebeurt 1 keer in de zoveel tijd. Omdat ik daar maar 1 wimpertje heb groeien. Dus dat is een beetje stom. Ik ben als het goed is al om 12 uur klaar. En dan ga ik even met Eva naar de stad toe, denken we. En vanavond ga ik sporten. Ik heb wel nog een beetje spierpijn. En ik moet wel een beetje rustig aandoen. Want ik voel me nog niet 100% fit. Dus daar moet ik wel een beetje voor oppassen. Want ik ben zo iemand die dan gelijk weer tot het uiterste gaat. En dat moet ik gewoon niet doen. Ik ga nu naar stage en dan zien jullie mij na stage weer. Oh, oké. Ja. Oké, ik ben klaar met stage. Ik had vanochtend dat ik wel even gefilmd. Ik ben nu met Eve en we gaan even naar de stad. Ik heb even jas van mijn broertje aan. Deze is van de Zara. Heel erg leuk. En deze jas ook. Ja, die is leuk. En we hebben een mondkapje mee. Waar willen we naartoe? Naar de Zara? Naar de Prix. Ah.
Ik vind het wel mooi, maar heeft ze dus nieuwe kleuren? Ja, ze heeft allemaal nieuwe kleuren. Heel veel, je moet maar even kijken volgende keer. Winterkleuren. Ze heeft ze nu ook op zo'n dingetje gedaan, dat je zo kan zien. Of had ze die kleuren al, maar had jij ze niet gezien? Nee, ze zei dat ze nog niet zo lang had. Oké. Wacht, ik ga een foto laten zien. Ja, maar ik heb natuurlijk een grijze. Oké, even niks en terug uit de stad. Ik heb echt helemaal rode wangen gewoon. Ja, is open. Ja, dus je hoeft alleen een kaartje te pakken, maar hoeft helemaal niks in. Maar dat kaartje kan maar automatisch houden. Ja, heel raar. Nou ja, maakt niet uit. Ja, we hebben dus overal gewoon een mondkapje opgehaald. Bij sommige winkels moest het ook, maar bij sommige niet. En voor de rest, kan je de muziek heel even eens vanwege de copyright. Mijn foundation is er helemaal af. En we gaan nu naar huis. Ik zal zo meteen even laten zien wat ik heb gekocht. Niet super veel. En ik ga vanavond sporten. Nee. Sport girl. Zin in. En morgen weer stage, dus dat moet ik ook voor rijden. Ja, ik ben echt moe. Ik ook. Ze moeten ook naar school doen. Wat gaat er doen? Echt geen zin in. Morgen. Dan moet ik even kijken hoe laat die les nou begint. Ja. Ik ben terug uit de stad. Ik was echt helemaal doorweekt. Dus mijn haar ziet er echt niet meer uit. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Het is niet zoveel. Ik heb eigenlijk ook niks nodig. Dus ik ben blij dat ik niet zoveel heb gekocht. Jezus, wat is het hier weer een rommel. Ik word er niet goed van. Als eerst heb ik... deze body butter gekocht. Van kokosnoot. Deze was van de Primark. Ik dacht dat het wel heel erg lekker om die even te hebben. En ik heb 3 paar geurstokjes gekocht. En deze geur vond ik heel erg lekker. En ze zijn maar 4 weken goed. Dus ik dacht, dan heb ik alvast een voorraadje. Oh, moet ik even kijken. Ik had er eentje opengemaakt. Die ga ik gelijk even... oh. Shit. Die ga ik gelijk even neerleggen. En ik heb ook nog deze gekocht. Zo'n Spencer, maar zo'n zwarte oversize. Deze had ik nog niet. Vond ik wel heel erg leuk. En ik heb ook nog even een nieuwe sjaal gekocht. Dus dat zijn de dingetjes die ik heb gekocht. Ik ga nu nog heel even in bed chillen. Ik ben echt best wel moe en anders kan ik straks echt niet sporten. Ik heb mijn sportkleding aan, dus ik ga nu sporten. Ik heb even mijn oude jas aan. Er zit een beetje foundation aan de binnenkant. Ik heb er niet heel veel zin in, maar ik ben wel blij dat ik ga. Dus... ja, ik ga een uurtje spinnen, ga ik. Dus. En Amber is er ook, dus dat is wel heel chill. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En dit is mijn laatste dag van de stageweek. Ik heb gisteren helemaal niks gefilmd, omdat ik echt heel erg moe was. En in de ochtend geen tijd had om te filmen. Dus ik ging naar stage en toen had ik dus niks gefilmd. Toen in de middag, toen ging ik mijn nagels gelijk laten doen, ging ik gelijk door. En ik heb ze deze keer rood gedaan. Dus niet... iets wat ik snel zou doen, maar ik ben er heel erg blij mee. En toen dacht ik, het heeft echt geen nut om nu nog alleen in de avond iets te filmen dat ik in mijn bed lig. Dus dat heb ik zeker niet gedaan. Ja, het is vandaag dus vrijdag, dus het is de laatste dag dat ik naar stage moet van de stageweek. En we hebben vandaag een voorstelling. Ik weet alleen even niet meer waarover... ik heb echt geen idee. Ik moet mijn haar nog wel even doen. Ik heb met een staart geslapen en dan staat het bij mij altijd een beetje omhoog. Wat ik aan heb is dit shirt, gewoon basic shirt. Deze die ik nieuw had gekocht, eergisteren volgens mij. En voor de rest ga ik vanavond niet iets bijzonders doen. Ik ga morgen samen met Eve lekker even ergens wat eten en even wat drinken. Dus daar hebben we zin in. En voor de rest, dat was het eigenlijk wel. Ja. Oké, het is vandaag zaterdag. Ik weet niet of ik de beelden van gisteren in ga doen. Want ik had volgens mij maar 1 beeld gefilmd. En het was zo mega saai. Dus ja, vandaag, ik heb gewerkt. Ik had dus mijn nagels laten doen. Als ik dat dus van gisteren, misschien laat ik het er wel gewoon in.
En ik heb net gedoucht, want ik moest heel vroeg werken. En daarna moet ik echt douchen. Dus mijn haar is nog wel, omdat ik ben mijn make-up aan het doen. En als ik tijd neem voor mijn wimpers, zijn mijn wimpers zo lang. Oké, dit is een heel raar beeld. Maar ja, heel blij mee. Ik moet er echt meer moeite voor doen. Want mijn wimpers zijn gewoon heel lang. Alleen moet ik ze gewoon even krullen. Goed. Dus dat heb ik nu gedaan. Voor de rest heb ik een blouseje aan. En ik heb deze aan van Primark. En ik heb een leren broek aan. En wat ik zo ga doen, ik ga met Eve naar Den Haag. En dan gaan we uit eten. We hadden gereserveerd vorige week al. Want anders kom je op zaterdag denk ik echt nergens meer. Omdat ze natuurlijk 30 mensen mogen. Dus we gaan nog lekker uit eten. Dinsdag is er ook een nieuwe persconferentie. Dus ik weet niet wat hierna gaat gebeuren. Dus ik ben blij dat we nog even uit eten gaan. En gisteren was de aflevering van Love Island met Remco. Ik zal niet spoilen voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Was heel heftig. Maar ja, Eva komt zo naar mij. En dan gaan we naar Den Haag. Gaan we daarna misschien ook nog even een drankje doen. Gewoon op het terras of zo. We moeten eventjes kijken. En ik wil eigenlijk mijn haar krullen. Maar ik weet niet of ik daar tijd voor heb. Ik moet even kijken hoe laat Eva komt. Ik heb uiteindelijk maar niet mijn haar gekruld. Want ik had er en geen tijd voor. En eigenlijk ook geen zin in. Dus ik heb het gewoon maar gesteld. Vind ik ook prima. Ik ben nu even op Eva aan het wachten. En dan gaan we weg. Ik wilde echt heel graag een foto maken. Maar ik denk dus dat het echt niet gaat stoppen met regenen. Dus dat gaat dan denk ik niet worden. Maar ik heb wel echt heel veel zin om uit eten te gaan. Ik heb ook nu al heel erg trek. Oké, ik ben met Eve. En we zijn nu... We zijn nu op de kermis. We zijn even een rondje aan het lopen. Want we moeten even wachten, want we hadden gereserveerd. Ze konden niet eerder, denk ik. En we moeten nu een beetje doorlopen, want anders zijn we dus te laat. Maar we gaan misschien vanavond ook eventjes kijken. Ja, het is wel leuk. Zullen we zo lopen? Ja. Oké. Maar ze doen ook alsof er heel veel... Zeker, dat doen wij ook. Deze meneer niet. Eet smakelijk! Lekker? Ja, zo. Ja. Oké, we gaan in het spookhuis. Let's go. Ik ben benieuwd. Oh. Oké, ik ga stuk. Ik ben echt heel benieuwd. Oh my god, ik ben echt een beetje bang. Ik ben echt een beetje bang. Eva en ik hebben nu een gokverslaving. Kan je mijn haar even goed doen? Het ziet er heel raar uit. Oh. Lene? Hebben. Oké. Okay. Dus, maar Eva en ik waren dus echt mega lang. Ik denk dat we misschien wel 2-3 uur hebben. Ja. Ik denk dat het parkeer kostte €20. Ja, ik denk het ook. Oh, en, maar we hebben wel wat leuke prijsjes. Ja. We hebben allebei onze lama. Heet dat een lama van Alpaca? Is het een alpaca of een alpaca? Een alpaca. Alpaca. Oké, okay, en Eve heeft een sleutelhanger. Show hem even, of is hij te ver weg? Put. Ja, wacht. Oh, oeps, zei ik schel schot in je. Oh, bliep. Oeh, ik schiet me dood. Leuk. En ik heb voor mijn klas heb ik slijm, een soort gummy, waar ze mee kunnen
ja, niet echt coronaproof. Misschien wil ik het zelf wel gewoon. Ik ben 5% verklaard daar zo. En we hebben ook nog allebei een kauwgombal. Oh ja, een kauwgombal. Maar alpaca. Ik ga wel eerst thuis in de was doen. Maar die vrouw gunde ook gewoon niet. We wisten echt 250 punten. Ja, voor echt, nog een sleutelhanger. Zij zo, nee, niet genoeg punten. En we gaan nu lekker naar huis. Oh, dit wordt onze nieuwe vakantie. Ja, oké, we moeten hem even een naam geven. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Nou, het is al 1:30. En ik was gisteren natuurlijk met Eve en het was echt mega gezellig. Ik heb in tijden weer niet zo'n leuke avond gehad. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Omdat je natuurlijk ook niet zoveel kan. En we waren dus naar de kermis geweest. Het was echt super rustig. Dus dat was heel chill. En het was gewoon heel gezellig. Ook het uit eten. Dus dat. In ieder geval, ik heb nu net snel even mijn make-up gedaan. En ik ga dus nu mijn kamer opruimen. Want ik moet echt naar school. Want ik moet straks ook werken. En ik ben dus mijn oplader vergeten bij Eve. Dus die moet ik straks ook gaan ophalen. Dus het is een beetje druk. En ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Want ik moet ook echt aan school werken. En mijn vlog moet ik editen. Maar ik moet eerst echt mijn spullen opruimen. Want anders kan ik me echt niet concentreren. Dus ik ga mijn spullen opruimen. En dan ga ik aan school werken. Oplader ophalen, werken en vanavond de aflevering van gisteren nog van Love Island kijken. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb mijn kamer helemaal opgeruimd en ik ben nu net aan school bezig geweest. Want ik ga morgen en overmorgen de hele dag les geven. Dus dat was wel handig. Ik heb mijn kleding ook opgeruimd. En ik ga dus nu bij Eva mijn oplader halen, want die was ik vergeten. En dan ga ik daarna werken. Dus ik dacht, dan sluit ik gelijk even de vlog af. Ik moet hem wel nog bewerken, dat doe ik vanavond. Ik heb geen idee hoe lang is die geworden. Of die lang is geworden, ik heb echt geen idee. Dus ik ben benieuwd. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Het was volgens mij best wel een beetje een wisselvallige week vlog. Maar ja, ik hoop gewoon dat jullie het alsnog heel erg leuk vonden. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Doei doeg!